batterij is bijna leeg, dus we moeten eventjes opschieten. Nou ja, ja, ik heb gewoon nog een andere batterij liggen, maar ik heb even geen zin om op te staan. Want... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve daddies, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René en dit is Jesse Silver. En het is weer eens zover. We zitten weer eens in de quarantaine. Want Sergio is helaas weer ziek. Met koorts. Dus dan moeten we allemaal weer thuis blijven. Heel erg. En maar ja, we hebben natuurlijk nog steeds... ik ga even de tv uitzetten. Maar we hebben natuurlijk nog steeds een kleine man rondlopen. En die verveelt zich eigenlijk ter plekke. Ja, hij roept in ieder geval heel de dag eten. Dus toen dacht ik van, laten we maar lekker koekjes gaan bakken. Ja. En we gaan notenkoekjes maken. We gaan notenkoekjes maken! Notenkoekjes! Notenkoekjes! Ja, vergeef me mijn enthousiasme. Gewoon blijven ademen. Vandaag ook gelijk getest. En dat horen we dan binnen 24 uur. En dat zullen we dan morgen wel horen. Maar nu gaan we lekker koekjes bakken. Hmm. Wat voor koekjes gaan we maken dan? Amanda. Oh. Bijna goed, schat. We gaan eerst gaan we het eitje gaan we splitsen. Goed? Ja. Oké, kom. Geef maar. Kijk, moet opletten. Oh, dat is mooi, hè? Nee, nou even wachten. Zo. Ja, even wachten. Zo. Zo, en dan gaan we met de vorkje gaan we hem loskloppen. Pak hem maar vast. Ja, goed. Oh. Lekker, dat goed, hè? Zo, helemaal goed. Zo, gooi maar daar. Ja, helemaal goed. Ja, nu doe deze maar hierin. Oh. Ja. Oh. Ik wist dat dat ging gebeuren. Bijna goed. Ja, doe deze maar ook daarin. Goed zo. Dat kun jij goed, zeg. Doe eens zo, schat. Deze gaan we er ook in doen. We hebben 250 gram zelfrijs bakmeel, 200 gram roomboter. We hebben stevia in plaats van bastardsuiker. 1 losse klop eitje. Pak hem er vast. Gaan we heel voorzichtig erin doen. Nog niet alles. De helft zo. Super goed van jou. Oh. Ja. Ik doe ook nog een snufje zout erin, want dat is lekker, hè? Een snufje zout. En we hebben nootjes. Wat gaan we met de nootjes doen? Goed opletten. Kom eens. Opletten, hè? Oh. Wat gebeurde daar nou? Ja, die gaan we hier ook bij doen. Maar niet te veel. Want we moeten de koekjes nog bestrijken straks. Nee, die hebben we niet meer nodig. Die hebben we niet meer nodig. Zo, deze vastpakken. Niet alles. Er lijkt alles erin mee, hè? Ik dacht het wel. Oh, nou komt het leukste. Wat? Ja, nou komt het leukste. Ja. Hé, klieder, klieder. Oké, dat goed, schat. Mijn koekjes aan het bakken. Ook een beetje helpen, hè? Kijk, zo knijpen. Ja, ander handje erbij, hartstikke goed. Dadelijk kan ik gewoon aan de andere kant van het keukenarm staan. Ja, een stuk makkelijker. Oh, man. Oh, man. Nee, dat hoeft niet meer. Nee, dat hoeft niet meer. Oh. Oh. Hey. Hey. Hey ho. Hey ho. Je krijgt het niet cadeau.
beetje mengen, hier mengen, daar hey ho. Hey ho, hey ho, hey ho. Ah. Ik kom straks. Ja? Kijk, dan gaan we bolletjes maken. Ik verwacht wel hartjes en zo, hè? Ja. Maar kapot slaan. Ik maak de balletjes en jij mag ze plat maken. Kijk. Goed zo. Nog meer. Nog meer. Nog meer. Nog meer plat. Goed zo. Plat zo. Goed zo. Dit worden echt de mooiste koekjes ever. Kijk daar. Wat nou voor drie koekjes. Goed zo, schat. In je elleboog. Daar toch in? Nee, je kunt er niet in. Je moet het uitsteken. Kom dan. Hij zit het al op te eten. Hij zal die hand zelf koekje op. En dan om het af te maken. Ah. Kom maar, schatje. Wil je helpen? Ja. Ja, kom dan. Kom nog met het kwastje doen. Ga maar staan. Eten. Ja, nee, nog niet eten. Kijk, kwastje. Ja. En doe je zo. Ja? En samen? Dit is zo hoor. Hey. Een beetje ei mix met maple syrup. Een beetje lekker zoet te maken zonder dat het heel erg ongezond wordt. Aangezien we in quarantaine zitten en dus niet meer bewegen. Echt goede hulp, chef, jij hè. Kijk, ik heb drie. Weet je wat jij mag voor doen? Kijk, pak maar. Hier, pakken. Zo, pakken. Zo, en dan strooien. Maar strooien. Zo. Daar, daar, daar. Ja, daar, daar, daar. Nee, niet op de grond. Doe maar weer overheen. Oh jee, dit is er. Helemaal klaar. 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 Dan gaan we hartje. Mart, dat is toch geen hartje meer, man. Zo. Kijk eens, daar zit open. Red je eruit. Oh. Zo, het ziet hij over de goed uit, schoon. Mooi, hè? Wow. Lang leven de stalen. Mama. Ja, 15 à 20 minuutjes. Dan zijn ze klaar. Ja, even geduld nog. Heb je dat? Geduld? Ja, heet. Ja, dat is oud, hè? Heet. Ja, heel heet. Hoe voel je dat? Pas op, hè? Ja, een beetje afkoelen. Ja. Dan kunnen we straks lekker koekjes eten. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze smaken. Koekjes zijn klaar. Maar koekjes zijn ready. Ze zijn helemaal heel erg zandkoekjes. Het zijn zandkoekjes. Heel lekker. Ze zijn in ieder geval wat harder geworden. Ze zijn nu wel harder geworden. Toen ze uit de oven kwamen. Dus gewoon, ze blijven net bij elkaar in je hand. Ja, het is wel een beetje droog, Tuli. Nou, het is niet helemaal gelukt, zeg maar. Maar niet zo wat we in gedachten hadden. Nee, ik denk dat het komt omdat ik stevia heb gebruikt in plaats van suiker. Toch even nog een hapje. En de noten hebben vrij fijn gemaakt. Mm. En door het ding gedaan, het beslag. Waardoor het ook een beetje, het was zo fijn dat het ook een beetje meel, kapot. Een beetje als meel
Ja, dus het was niet helemaal wat we in gedachten hadden. Maar het was leuk om even samen met Jesse te doen en hem een beetje af te leiden. Ja, hij vond het ook heel erg leuk. Ja, hij vond hem lekker. Daar ging het eigenlijk om. De koekjes die... Nee, ik moest hem even afleiden. Dus... Ja, het was een goed idee om eventjes weer wat tijd te doden. En hij vindt het sowieso heel erg leuk in de keuken. Hij maakt rommel, maar hij haalt het ook weer op. Ja. En een koekjes bakken of iets lekkers maken. Laat het ons vooral even weten misschien. Met een recept. Lekker recept. Die wel werkt. Inderdaad. Ja, maar ik moet gewoon de koekjes nog een keer maken en dan aan het recept houden precies. Zo is het. Dan misschien dat ze dan beter zijn. Desalniettemin, ze smaken best oké. Ze zijn wel lekker. Jawel. Ja. Maar ik heb liever gewoon een koekje van een hoogvliet van een chocolade koekjes of zo. Ja. Nou, we gaan even een beetje liggen, hè? Ja. Oké. Slaap lekker. Oh, je gaat hem nog niet afsluiten. Nee. Oh. Toch nog niet. Nee, dag, we hebben het gewoon morgen. Okay. Slaap lekker. Slaap lekker. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voorzichtig. Zullen we de gordijntjes open doen? Het is de volgende ochtend. Het is al 10 uur. Het is al 10 uur. Papa gaat je even schoonmaken. Dus we zijn maar meteen doorgegaan naar een lekker badje, want hij was helemaal doorgelekt. Nee? Hi Renee. Hallo. Vooralsnog lijkt het erop dat ik geen koorts meer heb. Ik heb wel heel veel spierpijn en ik heb heel veel jeuk. Ik snap er echt helemaal niks van. Echt aan mijn armen en zo hier in mijn elleboogpooi, zeg maar. En op mijn borst. Echt constante jeuk. Alsof er iets, alsof ik allergisch ben voor iets. Het zou ook van het zweten kunnen zijn. Ik ben er nog niet meer uit. Het is nu eventjes wachten op de uitslag van de coronatest. En als we die binnen hebben en hij is negatief, dan blijven we alsnog binnen, want het is takkenweer. Dus dan gaan we maar weer iets bakken ofzo. Altijd leuk. Ja, dus dat een beetje. We vermaken ons wel. Nou, even een lekker bakje zetten. En zo meteen Jesse het badje halen. En dan zien we wel wat we gaan doen vandaag. Nou. Toch hebben we dat eens aan welkom. Welkom. Batterij is leeg. Gotcha. Batterij is bijna leeg, dus we moeten eventjes opschieten. Nou ja. Ik heb gewoon nog een andere batterij liggen, maar ik heb even geen zin om op te staan. Want ik heb corona. Oh my god! Ma. Het is waar. De uitslag is binnen. You've got the big C. I've got the big C. En ja, nu zitten we dus sowieso deze week thuis. Ja, sowieso een week thuisisolatie. En dan 24 uur klachtenvrij. Ik heb sinds vandaag een beetje hoofdpijn. Maar ja, kan ook een beetje spanning zijn natuurlijk. Ja. Maar ja, gisteren had Jesse wel ook een loopneus. Ja, dus het is even kijken of ik ook een test moet doen of dat, ja. Ja, als jij echt last begint te krijgen, dan moet je even een test doen inderdaad. Ja, want waarschijnlijk als ik het heb, moeten ze misschien toch ook de mensen met wie ik in aanraking ben geweest, ook van mijn werk, contacten. Ja, nou ja, nu gaan we maar eventjes oma Elsje vragen voor wat boodschappen. Ja, zo is het. Het is gewoon echt zo. Bent, wat bent u? Nee, 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 nee. Tutu! Ja, tutu, ja. Ja, even een batterijtje erin geknald. Jij voelt je nog steeds niet ziek, hè, schat? Beetje hoofdpijn. Beetje hoofdpijn. Beetje... Maar weet je wat wel erg is? Zul ik me nou te bedenken? Hij wil Boomba, poepie. Hij wil Boomba.
Ja, hij wil de hele tijd Boomba. Ik ben Boomba. Oeh. Ga je ook je zelfgemaakte koekje even eten? Ja. Die zo uit elkaar valt zo. Is het lekker? Is twijfelachtig. Ja, vinden wij ook. Maar toch blijven we ervan eten. Ja. Doen wij ook. Neerleggen van je? Niet te hard, hè? Dan valt hij uit elkaar. Zal ik even wat drinken voor je pakken om het weg te spoelen? Nou. Zo goed ging dat met die koekjes. Niet op de grond gooien, Jesse Silver. Hey. Zo'n boef. Nou, ik ben net naar buiten gegaan omdat mijn moeder zo lief was om even ons boodschappenlijstje te halen. Eigenlijk wilde ik vanochtend al gaan, maar toen zei ze: wacht nou maar even die test af. Dus dat hebben we gedaan en toen bleek die ook nog positief. Ja. Dus dan hebben we hulp ingeschakeld. Ik word hier knuffelen met je. Kijk. Mag niet knuffelen. Nou ja, en morgen ga ik ook nog eventjes een... Ja, een vogel. Heb je daar een mooie vogel? Ah, hij kan nog niet vliegen, hè, die vogel. Nou, morgen ga ik ook in ieder geval een formulier halen om te kunnen gaan testen. Ik zat me dus ineens te bedenken. Ik zei het ook tegen mijn moeder. Ik zeg, toen jij hier was, vertelde ik haar dat ik toch zo slecht had geslapen. Dat ik zo slecht had geslapen. Ja. Dat ik helemaal benauwd was en dat ik wakker werd en dat ik toen benauwd werd. Dat was donderdag, hè. En dat ik ook al telkens een beetje zo'n druk op mijn borst had, maar dat ik dacht van, het zal wel stress zijn met alles waar we net mee bezig zijn, met het huis en het nieuwe huis en de nieuwe functie en dat soort dingen. Maar ja, dus ik ben benieuwd. Ja, er is een vriend van ons gesproken, die heeft ook corona gehad waarschijnlijk en die had ook heel erg jeuk, dus dat... Stel me wel een beetje gerust. Ja. En hij had het ook over smaakverlies, dat het pas na een maand of zo kan komen. Ja, en dergelijke. Maar ja, goed, ik wacht het gewoon allemaal af. En, ja, iedereen is anders. Ja, dat zei hij ook inderdaad. Vooralsnog voel ik me op zich redelijk. Nu weer wel. Nou, we hebben in ieder geval van alles: brood, vla, sla, broccoli, pizza. De komende tijd wel door. En ze heeft zelf dus heerlijke. Soep! Ah, mijn mama soep. I love mijn mama soep. Yeah. En ze heeft ook aparte jus. Voor op de penenuien en gehaktbal. Super lekker. Lekker, 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 lekker. Oh, heel veel. Nog een penenui. Nog een gehaktbal. En nog een gehaktbal. Lekker. 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 Nou, we gaan even inruimen. Eindelijk hoe je broccoli dat is. Het is dag 3. Even kijken, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. Nee, maakt niet uit. Ergens halverwege de quarantaine. En René die heeft last van de borst. Nee, hij vertelt zelf maar trouwens.
Ja, ik heb dus nogal last van mijn borst. Nee, gewoon alsof er echt iemand op mijn borst is gaan zitten. En dan had ik deze week ook al wat last van, maar ik wijkte dat een beetje aan de stress. Want ja, nou, dat heb ik volgens mij gisteren ook wel gezegd. Maar vandaag is het wel weer wat meer, dus ik ben ook bezig om een afspraak te plannen met de priolijn, aangezien mijn beroep. Maar ja, nou ja, ik zal even laten horen wat ze dan zeggen als we dat bellen. Denk hierbij aan uw contactgegevens, burgerservice nummer en informatie over uw klachten. Dit is het begin van de RIVM normale lijn. Ja, maar uw identiteit tijdens de test te controleren en de uitslag van de test te laten weten. Nou, misschien krijg ik dan toch iemand onderaan. Nou ja, ze heeft ze net al een paar keer proberen te bellen en dan wordt er gezegd, er zijn geen lijnen beschikbaar. Probeert u het over 30 minuten nog een keer, wij verbreken nu de verbinding. Dus dan, weet je, ja tuurlijk, we snappen dat het druk is en dat de situatie echt heel belastend is. Alleen als je dan een gewone lijn hebt, waar je al een half uur in de wacht staat en dan een priolijn waar je vervolgens gewoon de verbinding wordt verbroken, dan voel je toch wel wat lichtelijke frustratie. Maar nou, fijn, ze is er nu wel doorheen. Ze staat nu in de wacht. Dus ik pak Jessie maar even over voor het geval dat er wel wat opgenomen zo meteen. Nou, ik heb ook de test gepland en die staat voor morgen. En ondertussen zijn er drie cadeautjes binnengekomen. Nou, niet drie cadeautjes, dat is niet waar. Drie pakketjes. Waaronder schoentjes voor Jessie Silver. Ik hoop dat die ze past. Cupcake Couture. Oh, met een warm binnenlaagje. Ik vind ze schattig. Deze mag hij zo zelf uitpakken. En we hebben dus een nieuwe luieremmer besteld. Want zoals volgens mij al gezegd, die van ons, die stinkt gewoon enorm. Omdat het van, wat is het eigenlijk, kunststof is. En we hebben hem heel lief van mijn zus gekregen. Dus maar hij is dus wel al een tijd gebruikt en dan gaat die geur er gewoon in zitten. En ik denk, aangezien we er toch nog even mee moeten gaan doen, moeten we nu gewoon even een nieuwe bestellen. Dus ik heb er een van metaal of zoiets besteld. Daar schijnt de geur dus niet in te gaan zitten. Het is wel ietsje duurder. Ik krijg hem niet open. Dus ik zet je even neer en dan... Kun je even helpen, Poepie? Lukt niet met één hand. Dun 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 dun. Ik zei het al, hij is wel vrij klein. Hij is lager. Ik weet niet of hij... Hij is lager. Ik weet niet of hij breder is of niet. Maar deze heeft geen klep, zeg maar. Draai klep dinges. Nee. Dus dat scheelt ook alweer met die andere. Ja. Misschien is hij wel best groot uiteindelijk. Hij ziet er wel leuk uit. Nou, nog even achterhalen hoe het werkt. Er zit ook een kinderslot op. Ik krijg hem in ieder geval nog niet ingedrukt. We gaan het even onderzoeken. Kijk, nou, ik moest dus niet drukken. Ik denk, ik druk hem in en dan gaat hij... Maar je moet hem... Oh. Kinderslot. Nee, slot. Oh. Ik was hem juist dicht aan het doen. We kwamen er wel achter dat dit niet heel groot is. Dus hopelijk gaat het wel genoeg zijn. Zo, ik zie er ook wel weer echt uit om op te vreten. Over vreten gesproken. We zijn lekker aan het genieten van zelfgemaakte pannenkoekjes. Ik heb ze dit keer gemaakt met een beetje poedermelk. En kokoskwark. Dat is lekker. En ze zijn best lekker, hè? Ik heb ze een beetje op smaak gebracht met een kaneelstokje, zeg maar. Even een beetje in het beslag laten trekken. Daarna lekker geklopt. En
we zijn goed gelukt. Hè? Super lekker. Jesse vindt ze ook lekker, hè? Oh yeah. Lekker een beetje kliederen. Altijd leuk. Nou, terwijl dat wij deze lekkere heerlijke pannenkoekjes verorberen, zijn we weer aan het einde gekomen van deze leuke video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en duimpje aan te zetten. Het belletje aan te zetten. Ook een duimpje aan te zetten. Duimpje aan te zetten en een belletje aan te zetten. En zien we je graag weer de volgende keer. Ciao! Ciao!